Dus het wordt een superleuke dag. Yay! Maar ik zal mijn probleem ook laten zien. En ik heb een beetje zo'n vage, drukkende... Eigenlijk een soort speed date. Nu zijn we 5. Goedemorgen, welkom bij de volgende vlog. Het is vandaag donderdag, de laatste dag van mijn school voor voorlopig. Want ik ben vrijdag al vrij, daarom heet het ook vrijdag. En zaterdag en zondag heb ik altijd het weekend. En maandag en dinsdag ben ik nog vrij, dus dat is helemaal toppie. En vandaag heb ik een paasfeest opgevoerd, dat was echt zo leuk. Eerst moeten we werken. Daarna werkbladen maken. En dan gaan we buiten spelen. En daarvoor even nog wat pauzapje eten. En daarna gaan we eitjes zoeken. En daarna kunnen we nog verder met de werkbladen. En anders met onze bloemen maken die we op school aan het maken zijn. Dus het wordt een superleuke dag. Yay! Goedemorgen. Ja, jij had al geopend. Maar ja, ik had nog geen goedemorgen gezegd. We mogen zo naar school. En probeer even zelfs haar een beetje... Fatsoeneer, je hebt ook paas vandaag gezonden. Ja. Maar dat is anders geen paasontbijt. Zij was heel teleurgesteld, want dat is het tweede jaar per rij natuurlijk. Maar ze hebben wel eitjes zoeken, toch? Nee, eerst beginnen we met ons werk te maken. Daarna gaan we even pauzeapje doen. Daarna even nog even werken. Daarna gaan we naar buiten. Daarna gaan we onze werkbladen maken. Daarna gaan we eitjes zoeken. Daarna gaan we weer verder met onze werkbladen. Maar je mag ook verder met je bloemen. Oh, dat is leuk. Maar dat bedoelde ik, jullie gaan eitjes zoeken. Dus er is gelukkig wel iets leuks, hè? Je haar wordt lang. Je haar wordt echt heel lang. Tot waar is het dan? Tot hier. Dat is wel heel leuk. Ja. Mag ik gewoon met al mijn haar aan het start? Oh. Okay. Dat vind ik het fijnste zitten. Want anders vind ik het niet zo mooi. Nou, ik vind het prachtig wat ik wil doen bij jou. Ja, zo'n staartje en dat je nog roze haren hebt. Ja. Nou, je knopjes zitten ook een beetje gek. Maar je hebt het zelf geprobeerd, dat is moeilijk, hè? Wat? Ja, knopjes zitten een beetje gek. Welke knopjes? In je nek. Eentje zit verkeerd om. Zeg maar zo. Dan zal het ook wat lekkerder zitten. Nee, het zit gewoon lekker. Alsjeblieft! Weer thuis. En kwam Masha tegen. Dus ik heb nog even staan praten. Ja. En dat is gezellig. De hele tijd hebben we dat niet gehad. Dat we elkaar niet 's ochtends tegenkwamen. Maar nu weer wel. Dus, en dat is altijd heel goed. Even een mentaal momentje noem ik het altijd. Deze blouse aan, die is van Warehouse, Brook Levis en Schoenen Vagabond. En we waren niet zo snel vandaag, dus ik heb geen sieraden. En ik heb mijn haar echt in de slechtste, pluizigste staart ooit gedaan. En nu ga ik eerst thee zetten. Tijd voor thee en even een banaantje erbij, want die heb ik nog niet gegeten. Oh. Life sucks sometimes. En nu dus dit stomme ding eruit pielen. Echt. Hate my life. Nou, kom. Hij wil echt niet, hij is gedraaid. Irritant dit. Ik ga vandaag weer proberen op te ruimen, maar ik zal mijn probleem ook laten zien. Ik ben dus constant dingen aan het wegdoen. Maar dan krijgen we echt weer van alles. Dus nu heeft Sarah een wieg gekregen, heel lief, van een klant van Marco. Met een hele stapel spellen en alles erbij. Dus hier moeten we dan ook weer een plek voor vinden. Ik wist niet eens dat ze zo'n spelcomputer erbij hadden. Maar goed, ik zet hem voor nu lekker even daar. Dat hij een beetje uit de weg staat. Maar dit is dus waarom ik altijd aan het opruimen ben. Oh, het ziet er zo lekker uit buiten. Maar het is helemaal niet zo lekker. Dus dat is een beetje jammer. Ik heb net al van die losse taakjes staan naar huis.
Ik heb het toilet gedaan. Ik heb de was die al droog was opgeruimd. En eerst natuurlijk opgevouwen en dergelijke. Denise was nog heel even om de autosleutel te lenen. Want die moest met de auto met Lola naar de tandarts. En ja, allemaal dat soort dingetjes. En ik heb een beetje zo'n vage, drukkende hoofdpijn. Maar ik heb het gevoel dat dat een beetje vanuit de hooikoorts komt. Want tape zit dit keer iets minder, het trekt minder. Dus het zit iets minder efficiënt volgens mij dan de vorige keer. Hij moet er ook echt af. Maar ik merk echt elke keer als ik dan even buiten ben geweest. Net ook voor het vuil en ik was even bij de schuur bezig. Dat ik wel weer meer last heb van mijn hooikoorts vandaag. Dus dat is heel jammer. Maar ik heb het gevoel dat daar een beetje die drukkende hoofdpijn. Want het komt echt vanuit de holtes waar ik last van heb. Als ik dus heel erg last heb van hooikoorts. Maar goed, het is te doen hoor. Het is niet zo erg dat ik helemaal niks kan. Het is alleen vervelend. Nu ben ik een keer op tijd. Ik ben even met Denise. Die kwam even snel de autosleutel terugbrengen. Alleen, ik moet over een paar minuten weg. Dus we zijn nu aan het speedbike praten. Ja, ik noemen. Hallo, ik wil even... Ja, eigenlijk een soort speeddate. We zijn gewoon aan het speeddaten. Dus dat is wel gezellig. En het is stom weer. Stom weer? Ja, het is niet warm. Het is wel warm. Nee, niet warm. Het is niet koud. Ja, maar... het is nee, maar het is niet gisteren. Nee, het is niet gisteren. Gisteren? Het is nog steeds geen naar weer. Het paas wordt echt kut. Ja, oh, sorry, heel ik naar. Weet het. Maar gisteren, op een gegeven moment, ik had mijn dingetje staan. En ik had een gat tussen koken. En ik had de kussens erin. En Chantal was ook nog even langs geweest. En die was weg. En ik had nog even tijd over. Ik denk, ik ga gewoon in de tuin zitten. Dat doe ik nooit, dat weet je. Nee. En ik ben echt gewoon in de tuin gaan zitten. En ik dacht, ah, zo lekker. Maar dat kan nu niet. Het is niet lekker om gewoon zo in de tuin te gaan zitten. Dus ik vind het gewoon stom weer. Ik heb een kleine vrolijke springinveld weer opgehaald. En die heeft paasdag gehad. Die heeft eieren gezocht. Ja. En eieren gegeten vooral. Was dat leuk? Ja! Ja? Oh, waar ben je nou? Daar. Hier was weer weg. Hé, hey, kijk eens aan. Die pony heel leuk staan zo met staart. We zijn thuis. En nu zijn we vijf heerlijke dagen vrij. Echt fantastisch. Ik had er alleen niet over nagedacht dat ze al de dingen dan altijd van school weer meekrijgt. Dus ik was echt de kleinste rugzak die ze heeft meegegeven. En ze kreeg echt een lading spullen. Zit hier nou in? Mama. Ze heeft de brood niet op, dus ik ben benieuwd. Een brief. Kijken wat erin staat. Dit soort kan ik niet lezen. Zijn super duper vies in de prullenbak. Alleen echt aan het begin. Dit heeft ze echt zo snel geschreven. Oké. Okay. Nou, ze heeft echt maar drie happen laten liggen, maar ik weet niet wat ze nou doen. Zo. Eigenlijk niet de bedoeling, maar goed. We gaan nu gewoon vakantie vieren, dus ik laat het los. Ik laat het los, ik laat het gaan. En wat hebben we nog meer? Oh, leuk. Allemaal paasopdrachten. Vijf verschillen zoeken. Maar die heeft ze niet gedaan, of wel? Oh ja, ze heeft ze erbij getekend. Leuk. En dolf. En een woordzoeker. En, oh leuk, met een kleurplaat en werkboekje. Ik vind het wel leuk, de juf zet er ook heel vaak de data op. Dat doe ik ook met leuke tekeningen, want het is later zo leuk om te kijken hoe oud ze dan precies waren. Weer een woordzoeker. En tekenen met de nummers. Nog zo één. Nou, die kan je uitknippen. Helemaal leuk. Het is natuurlijk veel leuker dan het gewone schoolwerk. Maar goed. Ik ga denk ik gewoon even relaxen. Ik heb wel dingen te doen, maar... Ik weet niet. Ik heb de laatste paar dagen echt zoiets dat ik denk... Ik heb er gewoon zin in. Ik heb genoeg gedaan hoor, maar ik moet nog meer. Oh, die is eruit.
van gezien. Ik ging net met Sarah gezellig een filmpje kijken, maar we waren halverwege. Nou, nog niet eens. Het stond een vriendinnetje al voor de deur. Maar goed, dan ga ik maar gelijk de eten opzetten. Ik ga lekker kippie in de oven doen zo. En ik had aardappeltjes extra gekookt. En in de koelkast laten staan. Dus die gaan we lekker opbakken. Ik vind het altijd lekker om gebakken aardappels op verschillende manieren te eten. Want dit smaakt weer heel anders dan als je bijvoorbeeld kriebeltjes of aardappelschijfjes in de supermarkt koopt. Dus ik vind het altijd leuk om daarmee te spelen en te roleren, zeg maar. Dit kruimelt ook veel meer. Zeker omdat ik altijd kruimelige aardappels gebruik. Dus ja, dat smaakt toch weer heel anders. Want ik denk die aardappelschijfjes in de winkel dat dat echt super vastkokende aardappels zijn. Aangezien die best wel goed in een stuk blijven. En deze brokkelen echt uit elkaar als ik ze snij. Oh, de kip is uit de oven. Kijk. Hij ziet er zo lekker uit. Ik heb weer trek in. En hallo Moppie. Hi. En nu even de aardappeltjes van het vuur. Die had ik expres voor het laatst bewaard. Want het wordt dus nog net een klein tikkie bruiner. Ik heb boontjes, maar die warm ik gewoon in mijn patron. Oh, even nog afgieten. Oh, dit gaat niet met één hand. Nu lekker met de aardappeltjes en de boontjes. En ik schep wat voor Sarah gelijk wat op. Want zie de stoom, dan kan het vast wat meer voor haar afkoelen. Ja. En dan scheppen wij het pas op als we allemaal aan tafel zitten. Sarah ligt nu net te bed, maar die slaapt niet, maar Marco slaapt wel. En al even, zeg maar. Die heeft denk ik niet eens door dat Sarah al op bed ligt. Ik ga in ieder geval even thee zetten en dan even snel kijken of ik kan editen. Ik denk dat Marco zo wakker wordt als ik weer rondloop. En dan ga ik douchen, dus ik ga het ook mooi even doen. Ik weet eigenlijk niet of hij nog de deur uit moet. Ze hebben de vaatwas niet aangezet. Er staat een mokkie vol. Beetje jammer. Marco is maar naar bed gegaan. Die was nogal moe. Dus ik kon editen. Dat heb ik nu gedaan. En nu ga ik een de Bultai binge sessie houden. En daar heb ik veel zin in. Want ik vind ze echt zo verschrikkelijk leuk. Ik heb heerlijk voor de tv gezeten. Ik moet eigenlijk de boel opruimen, maar ik ga het lekker niet doen. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen. Doei doei!